Hallo Big Legion en welkom bij een korte mededeling verzoeksvideo. Ik denk dat de titel al genoeg zegt, maar um, het zou super chill zijn als jullie mij ergens mee kunnen helpen. En dat is namelijk YouTube verified worden. En in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, hoef je geen 100.000 subscribers te hebben. Wat ook wel chill zou zijn, maar dat is een ander verhaal. Um, je hoeft maar 500 subs te hebben, maar het gaat om de Google Plus followers. En je moet 1000 volgers hebben op Google Plus. Ik zit momenteel ergens iets in de 100. Uh, maar het zou dus super chill zijn als jullie mij allemaal kunnen volgen op Google Plus. Ook al gebruik je verder Google Plus helemaal niet, het is maar een kleine moeite om even in te loggen en op volgen te klikken. En dan is het een beetje afhankelijk van welke uh, versie van Google Plus je krijgt. Wat je nu in beeld ziet is de nieuwe versie van Google. Dan staat het rechts, bij mij staat profielbeheren, daar kun je op volgen klikken. En voor de rest ook al gebruik je dus Google niet. Het heeft voor jou geen nadeel en voor mij alleen een voordeel. En als je Google wel gebruikt, is het natuurlijk wel chill dat je gelijk kunt zien uh, dat er een video online is of niet. Um, krijg je de oudere pagina die je nu in beeld ziet, dan staat het nog links, als ik het goed heb, onder mijn naam. Um, net boven dat pijltje staat dan volgen. Um, en dan kun je me dus ook volgen. En nogmaals, het zou dus echt super chill zijn als jullie mij kunnen helpen. Het is maar echt een heel simpel iets. En het heeft verder, zo ik zei, geen nadeel voor jullie. En eigenlijk alleen maar een voordeel voor mij. Want het komt steeds vaker voor dat er ook veel meer spam komt. Met rare linkjes en dergelijke. Um, onder mijn video's. En dat is natuurlijk heel erg irritant. En als er dan een verified mark achter mijn naam staat. Zoals het ook bijvoorbeeld bij Denniske. Dan weet je zeker dat ik het ben. En niet een of andere faker die ze voordoet als mij of wat dan ook. En de link van Google Plus staat rechtsbovenin bij mijn kanaal. Um, dan zie je een Google Plus logo naast dat van Twitter en Facebook. En het staat ook in de beschrijving onder elke video. Daar staat ook mijn Google Plus link. Dus zo kun je makkelijk bij mijn Google Plus komen. En dan gaan we nu even verder met de social media mededeling. En dat is namelijk gewoon dat als je op de hoogte wilt blijven. Dat je hem dan even moet volgen op Twitter of op Facebook. Wat je net fijner vindt. Um, het meeste update ik op Twitter. Maar het wordt automatisch doorgestuurd naar Facebook. Maar het werkt ook het beste op Twitter. Zo heb ik recent een poll gedaan over de beta van Hitman. Um, of jullie daar wel of niet gameplay van wilden zien. Um, die trouwens donderdag online komt, die video. Maar um, dan blijf je dus op de hoogte. Kun je meedoen met dingen. Um, die over het kanaal gaan. Enzovoort. Enzovoort. Dus zou ik super chill zijn als jullie me daarop willen volgen. Um, gewoon voor jezelf ook om op de hoogte te blijven met dingen die allemaal gebeuren omtrent mijn kanaal. En hetzelfde geldt natuurlijk dus voor Facebook. Alleen is het daar iets onhandiger om, uh, om dingen te gebruiken. Omdat het gewoon doorgelinkte tweets zijn. En daarnaast mijn shop natuurlijk. Heb ik ook nog even. Um, het loopt aardig lekker. Veel mensen hebben al wat gekocht. Ik krijg wel foto's binnen. En eigenlijk van mensen met, uh, met de products aan. Dat is echt super leuk om te zien. En ik hoop dat alle kleding ook heel erg lekker zit. En ja, ik wist verder ook niet echt hoe de shop ging lopen. En of mensen überhaupt interesse hadden in, uh, in dingen met mijn logo erop. Maar het is uh, redelijk goed gegaan. Beter dan ik had verwacht in ieder geval. Dus dat is altijd mooi om, uh, om te zien natuurlijk. En uh, ook gewoon de foto's met de kleding en de petjes. En eigenlijk uh, mensen erop dat op uh, hebben. Dat voelt toch wel heel erg goed. Ik denk van wauw. Dat ik dat bereikt heb. Dat, uh, dat is best wel awesome. Okay, en dan de serieplanning nog. Ik krijg namelijk redelijk veel de vraag: van, ga je die game spelen? Ga je dat doen, et cetera? Um, dus het leek me handig om even een, uh, een kort lijstje op te noemen. Het kan zijn dat sommige games er niet tussen staan. Dan komt dat omdat ze nog geen release date hebben. Um, maar over het algemeen, als het echt hele grote titels zijn, dan kunnen we vanuit gaan dat ik ze ga spelen. Tenzij dat het echt gewoon niet mijn. Uh, genre is zeg maar Dus zie je role-playing games Ik noem wat een nieuwe Dragon Age bijvoorbeeld Dan kun je er vanuit gaan dat ik hem niet ga spelen dus Net zoals Fallout heb ik ook niet gespeeld Dat is gewoon niet echt mijn ding Wat ik leuk vind om, uh, om te doen En ja laten we beginnen met Far Cry Primal Komt 23 februari uit Dus dat duurt niet zo heel lang meer Dan hebben we natuurlijk Tom Clancy's The Division 8 maat super veel zin in Fucking awesome game um, Hitman 11 maat de eerste beta-video komt daar van donderdag online. Wat ik dus gepolt had op Twitter. Oh ja, en dan 22 maart Trackmania Turbo. Um, kijk ook wel heel erg naar uit. Heb ik nog wel aardig wat leuke dingen mee gepland met, uh, met die game. Dan 5 april Quantum Break. Een game waarin je de tijd kunt beheersen en shit. En het is van de makers van Alan Wake. Dus ik verwacht er wel heel veel van ook. Um, want ik vond Alan Wake echt een gigantisch goede game. De DLC ervan was echt crap. Maar de gewone game was uh, echt heel erg awesome. Dan 12 april, Ratchet Clank. Een soort remastering van de oude versie. Het is geen one-on-one -on -one copy. Um, maar er is nog wat extra ingeëerd om, uh, om het een beetje variatie te geven. Dan 26 april, Mafia 3 natuurlijk. Echt super hype voor die game. Ik vond Mafia 2 ook fucking awesome. Het um, is ook een van de series die heel goed bekeken is van mij. Dus ik ben benieuwd wat uh, Mafia 3 doet. Dan Uncharted 4, A Thief's End. 26 april ook. Uh, lijkt me ook gewoon een leuke game. Zoals altijd. En games zijn altijd wel goed. Dan 17 mei hebben we Homefront Revolution. Is om heel ik zei nog een beetje een twijfelgeval. Aangezien de game er behoorlijk gedowngrade uitzag. En totaal niet zoals het in de trailers was. Het was nog erger dan wat Ubisoft normaal doet. Of heeft gedaan zoals met Watch Dogs. Um, dus dat is echt nog een twijfelgevalletje. En dan als laatste hebben we Mirror's Edge Catalyst op 24 mei. Dat is ook een game waar ik heel erg naar uitkijk. Mirror's Edge vond ik echt fucking geweldig. Dus ja, dat was het hele lijstje. Ik, uh, ik hoop dat het wat duidelijker is geworden nu. Ik hoop dat jullie mij allemaal even willen volgen. Dus op Google. En als je op de hoogte wilt blijven, volg me dan op Twitter en Facebook. En als je dus kleding wilt hebben, check dan even mijn shop. Bedankt voor het kijken en alvast bedankt voor het volgen. En ik zie jullie wel weer in de volgende video. Laters!